Ze werden eerder dit jaar de grootste bij de provinciale statenverkiezingen met dit standpunt. U zal mij nooit horen bij een plan om mee te gaan in de stikstofmaatregelen. Maar het blijkt moeilijk om dat in de provincies waar te maken. Zij moet beloven wat ze toen beloofd heeft. En als je met GroenLinks gaat werken, gaat het niet van tafel. Je kunt in een provincie niet zeggen wij gaan de stikstofwet van tafel halen, want dat is landelijk. En dus doen ze nu landelijk weer mee en hopen ze te kunnen gaan regeren. In aanloop naar de verkiezingen interviewen we de lijsttrekkers. Dit keer Caroline van der Plas van de BBB. Alles kan veranderd worden, als je maar wil. Alles kan, zegt Caroline van der Plas, die opkomt voor de boeren. Dus u zal mij nooit horen bij een plan om mee te gaan in de stikstofmaatregelen. En de burgers. Die krijgen gewoon te horen dat ze ineens 4, 5, 6 windmolens in hun achtertuin krijgen. Van der Plas is zelf geen boerin. Ze komt uit de stad. Maar ze komt vaker op voor groepen waar ze zelf niet toe behoort. Zoals voor moskeegangers in Zaandam. Als ze naar moskee willen, gaan ze maar lekker naar Turkije of Marokko. Dat vind ik heel jammer dat die mensen daar zo over denken. Het zijn ook vaak mensen die zich niet bezighouden met de moskee. Die horen wat, die lezen wat. Van der Plas kwam zomaar ineens als gewone burger in de Kamer. Gisteren was ik nog Caroline van der Plas, het HAVO-meisje uit Deventer. Van der Plas is de dochter van prominente Deventenaren. Haar vader een bekend journalist, haar moeder wethouder. En Van der Plas zelf werkte jarenlang als journalist en communicatie-expert. En ze schreef een boek over hoe boeren zich kunnen profileren op social media. Ze geeft erin tips, bijvoorbeeld... Zorg dat je mensentaal spreekt. Ze pleit voor de menselijke maat en hechte gemeenschappen. Nederland moet daarom een naberstaat worden, een nabuurstaat. Bij tegenspraak geeft Van der Plas vaak zo antwoord. Gaan we weer. Ik kan wel door de knieën zakken van ellende. Ja, jullie willen steeds meer op rechtse partij, weet je? Ik vind het zo'n rare vragen. Ik ga niet hier aan meedoen, het spijt me. Dit is toch een hele normale vraag voor een politicus die meedoet aan de verkiezing? Ja, u kunt flink van zich afbijten. Ja, dat blijkt. Weet je wat ik leuk vind? Dat stukje uit Zaandam. Met die moskeeën. Nee, weet je wat ik grappig vind? Ik praat daar met een Zaans accent een beetje. Nou, een beetje? Dat is ik heb dat echt volwaardig Amsterdamse accent. Nou, niet normaal. Hoe kan dat? Dat heb ik echt nog nooit zo... Ja, ik heb daar 5 jaar gewoond. Dus dat neem je dus kennelijk toch gewoon over. Ja, u bent iemand die een soort spons is en dat dan snel overneemt. Ik heb dat nooit doorgehad dat ik dat deed, maar dat hoor ik nu. Heel gezellig wel. Nou, best gezellig, vind je niet? Ja, u hebt het nog steeds wel een beetje. Ik ken het wel een beetje. Ik wil beginnen met de dag van uw maiden speech. U komt de Kamer in, u hoort daar Rutte praten en u nam toen een besluit over het verhaal wat u ging houden. Weet u nog wat u besloot? Nou, wat ik me ervan kan herinneren, wat ook in het boek staat, is ik heb gewoon die hele speech herschreven op dat moment. Ik heb het gewoon helemaal anders gedaan. U zat daar en u zag mij het boek al pakken. Ja. Daar staat het in. Moeiteloos schrijf ik tijdens het debat een nieuwe speech. Ja. Mijn ware aard komt naar voren. De Caroline die opstaat tegen onrechtvaardigheid en onmenselijkheid. De redder van zwerfkatjes en verwaarloosde vriendinnetjes. Of in de hoek gedreven boeren en mensen die onheus bejegend worden. Met mijn nieuwe maiden speech laat ik zien wie ik werkelijk ben. Strijdbaar, eerlijk, recht door zee en confronterend. Ja. Ja, dat klopt. Dat bent u. Ja, dat ben ik, ja. Ja, ja, ik vond het... Ik heb met zo'n stijgende verbazing dat debat aangehoord... En ook hoe er over gesproken werd. Dat is, volgens mij staat het ook in het boek. Heb ik ook in die speech gezegd. Weet je, er werden excuses aangeboden aan de partij. En het, ja, want voor de helderheid, dat was het functie-elders-debat. Het functie-elders-debat, ja. En wat dan dus bijzonder is, is dat u die hele speech gewoon daar on the spot herschrijft. Als nieuweling in de Kamer. Ja, maar ik ben 35 jaar journalist geweest. Dus het schrijven gaat me vrij makkelijk af. En ook... Als ik in de emotie zit, dat zie je ook wel vaak in debatten. En op tv. En op tv. Kijk, als ik dat voel, die onrechtvaardigheid... mensen in mijn team zeggen wel eens... je bent op je sterkste als je boos wordt. Want dan komt er van alles uit ineens. Ja. Ja. Zonder us en a's. En dat was met die speech ook. Dat ging gewoon in één moeite. Nou ben ik niet van plan om u vanavond boos te maken. Maar het zou best wel kunnen zijn dat ik wat kritische vragen ga stellen. En dat is dan... Uit nieuwsgierigheid. Dat mag. Misschien moet u mij zien als uw potentiële kiezer... die gewoon benieuwd is wat er in het BBB-programma staat. Ja. Laten we beginnen. Want als we dan geconstateerd hebben dat u een heel divers kiezerspotentieel heeft... dan is het ook interessant om naar uw
lijst te kijken. Want u bent niet meer alleen. Er zijn veel mensen bijgekomen. Ja. En we zien mensen die bij het CDA hebben gezeten, bij Forum, bij PVV, bij Ja 21. En daar gaat mijn eerste vraag over. Want bekendst zijn natuurlijk deze drie nieuwelingen op uw lijst. Ja. Dirk-Jan Epping, Nicky Pauw-Verweij en Lilian Helder. Ja. En in uw verkiezingsprogramma, wat ik las, staat dat Kamerleden de vrijheid hebben om bij medisch-ethische, maar ook bij andere fundamentele kwesties af te mogen wijken van de partijlijn. Dus dat ze hun eigen afweging mogen maken. Ja. En ik dacht, voor de helderheid, waar hebben we het dan over? Als we het hebben over andere fundamentele kwesties, wat u betreft. Dat kan bijvoorbeeld gaan over... Kijk, ik ben geen tegenstander van het legaliseren van wiet, bijvoorbeeld. Althans, ik vind dat we dat moeten proberen om daar in ieder geval een pilot van te krijgen. Om te kijken of we dat kunnen reguleren. Hè? En dat heeft er ook mee te maken dat je daarmee de ondermijnende criminaliteit... Hè, er gaat heel veel geld in om, gaat heel veel criminaliteit in om. En als je dat reguleert, hè, en het is zeg maar via de overheid... kan je daar wat aan doen. Krijgen, en het geld wat je dat oplevert, van... dat kun je weer steken in de politie. Maar we hebben ook wat mensen op de lijst staan die daar... Deze. Ja, die daar misschien wat terughoudender in zijn. Mag ik nog een paar voorbeelden opnoemen die we tegenkwamen? Bijvoorbeeld de 100% acceptatie van homo- en trans mensen in het onderwijs. Ja. Bent u voor. Ja. En Epping, Pauw-Verweij en Helder zijn daar tegen. Net als meer ouderschap. Net als abortus uit het strafrecht. Bent u voor, zijn zij tegen. Ja. Homorechten in Hongarije, homorechten in Qatar. Je vraagt je soms een beetje af, als je al die moties van de afgelopen periode bekijkt, wil de echte BBB nu opstaan? Nou ja, kijk, wij hebben het daar natuurlijk wel over. En als straks dat ook weer in debatten naar voren komt, dan spreek je daar wel over met elkaar. We hebben nou deze vorige week ook een voorstel gedaan, hè, over zeg maar, het gezin centraal stellen. Samen met de SGP hebben wij ook al meegedaan, ChristenUnie en BBB. Kijk, daar heb ik van gezegd, maar het gezin is een gezin. En een gezin kan bestaan uit een man en een vrouw... en kan uit twee mannen bestaan en kan ook uit twee vrouwen bestaan. Dus als dat voorstel uitgaat van het gezin, traditioneel man en vrouw... Ja, dan is dat eigenlijk bijna een medisch-ethische kwestie. Ja, maar dan zou ik niet aan dat voorstel hebben meegedaan. En daar hebben we het over en daar praat je met elkaar over... en dan kom je tot een consensus. Dus uiteindelijk is dat gewoon is dat wat breder getrokken tot gewoon... het gezin. Ja, dus dat kunnen... Maar als we dan nog even onderzoeken van wat dan precies fundamentele kwesties zijn. U hebt ook een motie ingediend samen met Sjoerd Sjoerdsma van D66... Ja. Tegen het legaliseren van pushbacks. Dus dat je asielzoekers niet met geweld mag terugdringen. Ja. Voornamelijk op zee gebeurt dat. Maar Epping en Pauw-Verweij en Helder die stemden daar ook tegen. Maar is dat dan ook een voorbeeld van een fundamentele kwestie? Kijk, maar je moet natuurlijk niet vergeten dat Dirk-Jan Epping en Lilian en Nicky Pauw-Verweij, dat die zijn naar BBB gekomen. En dat geeft ook al iets aan, hè? Dus ze voelen zich meer thuis bij BBB dan dat ze in hun eigen partij vonden. Hmm. En wat hun exacte mening is over hun partij, dat vind ik, dat moet je aan hun vragen. Ja. Maar u laat het, dat zegt u expliciet, wel vrij, hè, deze kwesties. Dat staat helemaal vooraan in uw verkiezingsprogramma. Maar we hebben het, ik weet niet of we dit als fundamenteel... Kijk, we hebben het over alle moties die waar wij over stemmen. Daar hebben we het over. En dan nee, dat begrijp ik. Maar er staat expliciet... Ook, Wij vullen het in met vrijheid voor Kamerleden bij medisch-ethische kwesties of andere fundamentele kwesties. Dan denk ik, zoiets als de oorlog tussen Israël en Hamas bijvoorbeeld. Is dat dan ook een mogelijk fundamentele kwestie? En als er daar verschillend over gestemd wordt, en dan komt het politieke natuurlijk wat het relevant maakt. Als u zegt, ik wil graag meeregeren. Ja, hoe weet uw coalitiepartner dan wat ze precies aan al die stemmen hebben van BBB? Ja. Want dat kan dus alle kanten opgaan. Nou ja, kijk, dat zijn niet dingen die je... bij de stemmingen even ineens beslist van we gaan voor of tegen stemmen. Maar het mag wel. Als we het daar... Kijk, we hebben het daar uitvoerig over. En als iemand van ons zegt... en of dit een fundamentele kwestie is... Hè, u zegt dat dat zo is. Nee, ik vraag wij, kunnen dat, wij kunnen dat ook bepalen of dat een fundamentele kwestie is. Dan heb je het daar intensief met elkaar over. En dan is het, als iemand van ons zegt... ik kan hier... echt met mijn hart
niet voorstemmen of tegen. Het is maar net waar je het over hebt. En dan kan dat dus op heel veel verschillende onderwerpen. Nou ja, heel veel verschillende. Kijk, het is natuurlijk geen Poolse landdag. Maar ja, dat is de kernvraag. Van... Nee, natuurlijk niet. Kijk, wij, weet je, we spreken veel met elkaar. We liggen heel erg op één lijn. Maar er kunnen zaken voorkomen. En moties kun je ook niet van tevoren voorzien. Hè? Want die worden ingediend bij allerlei debatten waar ik misschien ook niet eens bij ben. Die krijgen we dan opeens voor ons. Dus het is niet zo dat we zeggen, jongens, bij de stemmingen, doe maar wat. Nee. Maar als iemand... Maar er is meer vrijheid dan als iemand, bij andere ja, partijen. Kijk, als iemand echt van tevoren zegt, dit vind ik gewoon echt niet kunnen, dan zullen wij een hoofdelijke stemming aanvragen. Duidelijk. En dat vind ik beter dan die eeuwige fractiediscipline, waarvan ik gewoon 100% weet van Kamerleden dat ze echt tegen iets waren, terwijl ze voor moesten stemmen. En, zelfs als en dat wil ik voorkomen. Zelfs als dat dus uw positie in de coalitie eventueel zou bemoeilijken. We gaan zo meteen verder praten, maar ik wil eerst met u kijken naar uw partij. En onze Haagse duider Arjan Noorlander, ja, die heeft zich daar wat verder in verdiept, Arjan. Ja, jij was al aan het verbreden, Jeroen. Maar ik ga het toch weer terugbrengen naar de basis. De basis die er ooit was, en die was helder. Caroline van der Plas was er voor de boeren en was er voor het platteland. En ging één ding voor die boeren regelen, dat was volstrekt helder. Over het hele stikstofgebeuren. Het staat gewoon in ons verkiezingsprogramma. Wij vinden dat die hele stikstofwet van tafel moet. Ja, die stikstofwet moet van tafel. Dat is dus de wet om te regelen dat voor 2035... de grootste stikstofproblemen uit de wereld zijn en wij aan alle doelen en afspraken voldoen. Daarmee won ze dus uiteindelijk met het verzet daartegen haar eerste zetel. Je zag het net ook al in de Tweede Kamer. Ineens zat Caroline van der Plas in de Tweede Kamer, maar niet in de coalitie. Want er kwam een coalitie met andere partijen, het laatste kabinet van Rutte, die zelfs iets ambitieuzer waren. De stikstof moest niet in 2035, maar in 2030 worden opgelost. Het leidde tot gedoe in de coalitie. Kwamen ze daar wel uit? Het bleef heel lang onduidelijk. Maar het leidde vooral ook tot protesten onder de boeren. We kennen de beelden natuurlijk allemaal. Boze boeren, veel gedoe en dat leidde uiteindelijk tot een enorme verkiezingsoverwinning, vooral op dit onderwerp voor Caroline van der Plas bij de Provinciale Statenverkiezingen. Ze wonnen in alle provincies. In 10 van de 12 de oranje provincies gingen ze ook meeregeren met de provincie. En dus zou je kunnen zeggen, ze doen in de provincie echt serieus mee. Zelfs met de PvdA, in 6 van die provincies met de PvdA. En in 3 van die provincies zelfs, zou ik willen zeggen, met GroenLinks. En wat staat er in het meeste van die coalitieakkoorden? De BBB is bereid om zich te houden aan de stikstofwet. Wij zijn een nette partij, zeggen ze. En dus houden we aan de regels die er aan de wet staan. Maar, daarmee moet ik wel aantekenen, ze zitten dus niet alleen daar in de Provinciale Staten. Ze regeren echt mee. En dan is toch het gevolg, mevrouw van der Plas, dat BBB in 10 van de 12 provincies in Nederland op dit moment actief die stikstofwet, die ze dus weg wilden hebben, daar zijn ze notabene voor opgericht, actief werken ze mee aan de uitvoering van die stikstofwet. Dat is geen duidelijke boodschap. Kunt u zich dat voorstellen? Dat nou, bijvoorbeeld mensen uit uw achterban. Wat zou je zeggen? Ja, dit is helemaal niet bijzonder wat hier gezegd wordt. Wordt nu gedaan alsof iets groots naar boven is gehaald. Nee, dat is niet de bedoeling. Maar we hebben gewoon te maken met een wet. En die heb je gewoon, zolang die bestaat, heb je die uit te voeren. Ja. En wat ik heb gezegd, wij willen af van die stikstofwet. Daar ben ik altijd heel helder in geweest. Dat vind ik nu nog steeds. Dat vinden de mensen die voor ons in de provincie zitten, die vinden dat ook. Maar zolang je die wet hebt, dan heb je wel... Moet je hem uitvoeren. Dan moet je hem uitvoeren, weet je. De wet zegt ook dat je niet door rood mag rijden. Nou, dan kunnen 100 mensen denken van, ja, maar ik wil dat veranderen. En ik wil wel dat we door rood rijden. Maar daar hou je ook aan. Dan stop je ook voor een rood stoplicht. Maar u bestuurt wel mee in die provincies. Je kan natuurlijk ook op dat moment zeggen, als ik daar iets moet doen wat echt tegen mijn principes is, dan ga ik daar in de oppositie zitten. Dan ga ik niet meebesturen, want dan moet ik uiteindelijk dus iets uitvoeren waar ik tegen ben. Waarom hebt u daar dan niet voor gekozen? Nou, omdat je als je in een bestuur zit, in een provinciebestuur, als in het College van Gedeputeerde Staten, dan kun je ook aan de knoppen zitten en dan kun je ook wat terughoudender zijn in het beleid wat misschien oorspronkelijk zou worden uitgevoerd. Wij hebben in alle coalitieakkoorden, we zitten in 10 van de 12 provincies, hebben wij ervoor gezorgd dat onteigening, onvrijwillige onteigening, dat niet gaat gebeuren.
En als wij in oppositie hadden gezeten, dan had die onvrijwillige onteigening misschien wel gebeurd. Dus je kunt dus dingen binnenhalen? Ja, je probeert er het nog het beste uit te halen. Ja. Maar landelijk zijn wij bezig met een nieuw wetsvoorstel voor het, nou, het hele stikstof. Ja, daar komen we zo op. Ik wil nog heel even in de provincies blijven, want ik begrijp uw punt. U zegt, ik wil ook iets binnen kunnen halen. Dat is dan gelukt. Aan de andere kant kun je zeggen, u bent daar natuurlijk gekomen met de belofte, de hele stikstofwet moet van tafel. En we hebben iemand uit uw achterban gesproken, boerin Angelique uit Gelderland, die u daar een vraag over wil stellen. Laten we even kijken naar het filmpje. Er is geen stikstofprobleem, absoluut niet. Wij hebben een stikstofprobleem gemaakt door regelgeving op regelgeving. Wij stemden op de BBB puur voor de stikstof. Voor de boer, dat de boer gewoon beter zijn werk kan blijven doen. In het verkiezingsprogramma staat dat de stikstofwet nog steeds van tafel zou moeten. Dat was ook haar uitgangspunt. En ik zie nu in de provincies waar ze mee werkt, dat ze graag water bij de wijn doet. Want nu ga je compromissen sluiten. Met GroenLinks, met PvdA. Zij moet beloven wat ze toen beloofd heeft. En als je met GroenLinks gaat werken, gaat het niet van tafel. Want die hebben hele andere prioriteiten. Waarom sla je als zeg maar BBB, waarom ga je niet rechtdoor en waarom sla je linksaf? Wat zegt u tegen haar? Nou ja, dat is hetzelfde als wat ik net zeg. Kijk, provincies gaan niet over de stikstofwet. Je kunt in een provincie niet zeggen, wij gaan de stikstofwet van tafel halen. Want dat is landelijk. Ja, dus dat moet belofte, je landelijk doen. Waar dus die belofte die staat nog steeds. Maar het maken van een wetsvoorstel heeft gewoon heel lang tijd nodig. Wij zijn daar al maanden druk mee bezig. We worden ook ondersteund door bureau wetgeving daarin. Je moet dat een goede, dichtgetimmerde wet van maken, zodat hij het ook haalt in de Kamer. Het heeft gewoon tijd nodig. Ja. Maar als mensen, dat is misschien een verkeerde perceptie geweest, die denken dat je in de provincie een stikstofwet van tafel kan halen. Maar dat kan dus helemaal niet. Wat je wel kunt dat doen. Dat denken ze natuurlijk, omdat u dat wel heel vaak zo gezegd hebt. Nou ja, ik heb niet gezegd, wij halen in de provincie de stikstofwet van tafel. Nee, maar u hebt natuurlijk wel de perceptie van die mensen gezegd, de stikstofwet, de hele stikstofwet moet van tafel. Dat is wat mensen zien. En daar staan we nog steeds achter. En dat doen we nog steeds. We zijn daarmee bezig. Ja, sterker nog, Christiane van der Wal heeft vorige week ook aangegeven dat er eigenlijk een nieuw beleid moet komen. Op basis dat er eigenlijk een natuurbeleid moet komen. Ja. In plaats van de focus op stikstof. Dat is wat wij hebben bereikt door daar in die Tweede Kamer te zitten. Bent u mee bezig. Want ik kan de Borin in ieder geval vertellen, als BBB niet in de Tweede Kamer was geweest, dan was heel veel al uitgevoerd en kwam er helemaal geen nieuwe stikstofwet. Nou is de boerin die we net zagen, Angelique, niet de enige die dit zegt. Want we hebben ook onderzoeksbureau Ipsos gevraagd om onderzoek te doen onder uw potentiële kiezers. En we hebben ze de stelling voorgelegd, laat de boeren met rust. Maatregelen om stikstof te verminderen in de landbouw zijn helemaal niet nodig. Ja. En 57% van uw potentiële achterban is het daarmee eens. Ja. Wat zegt u eigenlijk op deze stelling? Ik begrijp de uitslag heel goed. Want wij zeggen ook, het gaat om het natuurbeleid. We hebben een opdracht van de Europese Commissie. De Europese Commissie zegt, je moet goed zorgen voor de natuur. Hoe je dat als lidstaat doet, daar zegt de Europese Commissie niks over. Iedereen, elke lidstaat mag dat doen op zijn eigen manier. Dat is dus precies de reden waarom wij dus een ander voorstel willen maken die uitgaat van natuurbeleid en niet van per se stikstofuitstoot of stikstofneerslag op de natuur. Wij moeten kijken maar in de natuur wat nodig is. Weet u nog wat mijn vraag was? Ja. Wat wilt u op deze stelling antwoorden? Ja, nee of neutraal weet niet? Nou, maatregelen om stikstof te verminderen in de landbouw zijn helemaal niet nodig. Ik denk dat je waar een natuurgebied last heeft van stikstof en het is bewezen dat die uit de veehouderij komt, wat totaal echt bijna niet te bewijzen is, want het grootste deel van, nee, maar dat moet ik wel even duiden, het grootste deel van de stikstof. Waarom is het zo moeilijk voor u om gewoon rechtstreeks op deze stelling te antwoorden? Omdat kijk, het stikstofverhaal, dat willen mensen heel graag plat slaan, maar dat heeft wel die duiding nodig. De stikstof die uit de veehouderij komt, slaat 500 meter bij de boerderij. Kun je aantonen dat het daarvan is. Daarna kun je het niet meer aantonen. Dus wat dat betreft, er is een stikstofuitstoot. Maar wij gaan uit van dat natuurherstel. Dus kijk, zeggen maatregelen om stikstof te verminderen in de landbouw zijn helemaal niet nodig. Dat gaat mij tekort door de bocht. Want misschien is het op bepaalde misschien is het op bepaalde plekken is het wel nodig, omdat daar aantoonbaar stikstofneerslag in de natuur is. Waardoor, dus het ligt veel genuanceerder dan dat.
We blijven deze week video's van onze lijsttrekkersinterviews plaatsen. Abonneer je om die niet te missen. Het volledige interview met Caroline van der Plas kun je zien op NPO Start en nieuwsuur.nl.